Zijn jullie nou allemaal achterin? Hey dames. Hallo. Barbara. Hallo. Vivian. Dat gaat ook maar in je naam. Nou, lekker dan. Ja, lekker dan. Nee, maar Viv, dat is niet nodig. En met jullie zijn echt bijna klaar nu, hè? Jullie gaan vanavond een feestje doen en jullie gaan zaterdag open. Vertel. Nee, vanavond een borrel voor de ondernemers, familie en vrienden. En zaterdag gaan we open. Dus iedereen is welkom vanaf 10 uur. Maar hoe lang zijn jullie bezig geweest met verbouwen? Maandje? Nee, anderhalf? Krap maandje. Ja. Maar kijk, jullie staan nu achter de bar. Hier en daar nog wat rommeltjes, want jullie zijn nog druk bezig uiteraard. Ja. Dus, maar wat gaan jullie hier allemaal verkopen? Koffie, thee, limonade? Koffie, thee, uiteraard taartjes voor de kleintjes. Lekkere paninis, pakketjes, tosti's. Tosti's, ik zie al mooi nieuw tosti-ijsje staan. Voor de kleintjes ook lekkere boterhammen met Nutella, kaas, sigaars. Ja, precies. En ik zie daar een flesje wijn staan, maar dat is alleen voor vanavond, hè? Jullie gaan geen alcohol schenken in deze zaak, toch? Nee. Misschien dat is heel goed. Komt, maar in eerste instantie niet. Nee. En kijk, dit is een kinderhoek. Ik zie een leuke boom met een... waar de kinderen kunnen spelen. Ja, precies. Ja? Ja. Een oude schoolkaart. Ja. En, we wilden een beetje het lokale karakter. Maar hoe... Want daar reageerden best wel veel mensen... dat dit nog niet in Middelburg was. En wat het is, een kindercafé, of hoe noem je het nou eigenlijk? Een kindercafé concept store. Dus het is een café, maar je kan er ook kleding en accessoires kopen. En wat voor soort accessoires dan? Is dat wat ik daar zie bijvoorbeeld? Of ja, onder andere. We hebben inderdaad het kleding, wat rammelaars, kettingjes, haarspeltjes, hoekjes. En dat is de kleding die daar hangt, dat is ook echt voor de kleinste? Ja. Kan je niet zo goed zien met het tegenlicht, maar... En is dat dan ook nog, dat heb ik natuurlijk helemaal geen verstand van, is dat bijzonder spul wat jullie hebben? Of, Ja, we hebben een merk expres uitgekozen wat hier nog niet verkocht wordt in Zeeland. Oké. Ja, wat we zelf eigenlijk ook hartstikke leuk vonden. Ja, toch? Ja. Maar jullie zijn jullie allebei moeders? Ja. Van jou weet ik het. Jij ook, hè? Ja. Ja, van jou weet ik het ook eigenlijk. Ja, precies. Ik ken de vader ook wel. Ja, precies. Tenminste, dat denk ik dan. Ja. En jullie hebben het ook een beetje samen, of tenminste, jouw vriendje veel geholpen, hè? Of jouw man. Ja. Ja, nou, dat is super. Ja. En je hebt daar achterin ook een wc. Dat, je hebt ook een verschoningsruimte, toch? Ja, klopt. Dat zijn toch niet heel veel zaken in Middelburg die dat hebben, of wel? Dat denk ik niet. Zit hij hier links? Ja. Nou ja, keurig. Jippie Janneke. Ja, nou, dat is keurig. Dus het is ook zo dat als moeders hier komen, jullie zijn ook echt speciaal ingericht, die kan je lekker je kinderwagen neerzetten. Het is niet erg als kinderen krijsen en spelen. Nee, dat hoort erbij natuurlijk. Nee, maar stel me wel zo voor. Ik stel me wel zo voor dat dit... Kijk, ik ga ergens graag een biertje drinken of rustig een bakje koffie of om te werken. Maar dit richt zich wel vooral op moeders met kinderen. Ja, precies. Ja, absoluut. En vaders mogen wel meekomen, maar ze moeten niet zeuren als er wat lawaai is natuurlijk. Nee, maar ze zijn wel van harte welkom. Ja, precies. Dus, het is eigenlijk gewoon een familiegelegenheid. Ja. Ja, hij miste zelf vooral, als hij koffie wilde drinken, waar ga je naartoe met die kleine? Omdat ze eigenlijk nergens echt een plek hebben waar ze kunnen spelen. Dus daar zag mij een gat. Dat is hartstikke leuk. Het is ook hartstikke leuk voor de Sint-Jansstraat. En nog heel kort even over jullie, want Viva, jou ken ik al wat langer. Je hebt ook lang in 17 gewerkt. Hoe lang werkte je daar? 3-4 jaar denk ik in totaal. En wat heb je in de tussentijd gedaan? Ben je alleen moeder geweest of heb je nog gewerkt? Nee, ik heb hotelschool gedaan, afgemaakt. Oh, echt waar? Ja. Toch nog? Toch nog. In wat hotels gewerkt, bij Woonvloed Middelburg gewerkt, bij Herder BV gewerkt. Heel verschillende banen. Je hebt niet stil gezeten. Nee. En nu voor jezelf. Ja, dat is heel leuk. En jij, wat heb jij al... Ik heb 21 jaar in Amsterdam gewoond. En de laatste jaren heb ik daar een sieradenlijn opgezet, wat goed liep. Maar uiteindelijk zijn we hier verhuisd, zwanger van de tweede, en heb ik gewoon laten liggen. En wat ik heb gedaan is Artemis, Styling Academie Artemis in Amsterdam, interieur en mode. En er zit er ook mode en interieur zit erin. Hè? Dus dat, Ja, en jij hebt geen horeca-ervaring, of wel? Nee. Ik helemaal niet. Dus. Maar betekent dat dan ook dat jij vooral achter de bar zou staan en jij andere dingen doet? Of ga jij het wel gewoon ook allemaal doen? We ondervinden het wel. Ja. Precies, zoals het lekker uitkomt. Precies. Ja. Ja. Ja, want het zou ook wel eens voorkomen dat een van ons twee alleen staat. Ja. Dan moet je toch alles kunnen. Ja. Ja. Nou, we gaan het allemaal zien. Maar leuk dat jullie open gaan. Zaterdag is om 10 uur. Ja, 10 uur open. Oké, dat is heel goed. En dan wensen we jullie heel veel succes. En we komen ook nog wel een keer kijken als er mensen zitten. Ja, dankjewel. Dankjewel.